Uiteraard moet je alles weer weten van les 1. Je moet weten hoe je een sprite kunt laten bewegen. We gaan de extra gereedschap pen weer gebruiken dat niet meer wordt uitgelegd. En we gaan een stukje terug naar de quiz die je al eerder gemaakt hebt om daar functies aan toe te voegen. Als op de groene vlag wordt geklikt, gaat je sprite een aantal figuren tekenen die automatisch worden gemaakt omdat jij een programma daarvoor geschreven hebt. Je kan ook andere vormen tekenen dan vierkanten en driehoeken. Als op de spatiebalk wordt geklikt, wordt alles weer gewist. Onder de programmeervaardigheden leer je nu functies. We gaan straks uitleggen wat functies zijn. In Scratch ga je werken met automatische vormen die getekend worden en leer je hoe 360 graden, wat dat voor betekenis heeft. Je gaat uiteraard weer de pen gebruiken en je gaat die functies maken in Scratch. Natuurlijk weer doorzetten, fouten, je gaat experimenteren met programma's die je maakt en ze zelf testen. En je gaat patronen herkennen. Ik heb een andere sprite gekozen, een leuke toverstaf, en ik heb mijn pennen toegevoegd en we gaan aan de slag. Ik pak mijn as op de groene vlag wordt geklikt en aangezien ik ga tekenen wil ik bij het begin van het spel dat mijn veld gewist wordt, dat die leeg is en dat mijn pen op is. Omhoog is betekent dat. Oké. Als ik nu op de spatieballen klik, gaan we een vierkant tekenen. Nou, een vierkant heeft vier zijden. Dan kan ik natuurlijk elke keer zeggen, neem 50 stappen, draai rechtsom. En rechtsom is dan een hele draai of een rechte hoek is 90 graden. En dat kan ik dan vier keer herhalen. Maar ja, we zijn programmeurs, we gaan het makkelijk doen. Dus we maken gewoon een herhaallus. Ik pak een herhaallus van vier keer en ik ga vier keer herhalen. Ik heb de pen opgedaan, dus ik moet ook de pen nog neerdoen. En ik kan er een penkleur aan geven. Ik doe hem hier bij het vierkant, maar dat kan natuurlijk ook gewoon bij het begin. Maar zo kan ik straks twee verschillende kleuren doen. Mooi rood. En de pendikte doe ik wel aan het begin. En de pendikte maak ik 5. Dus als ik nu op de spatieballen klik, wordt een vierkant getekend. Kan je ook verzinnen hoe je een driehoek moet tekenen? Bij het vierkant had ik een herhaallus voor de vier zijden en elke zijde was 50 stappen lang en ik draaide 90 graden. Als ik nu een driehoek wil tekenen, ik kopieer even dit blok. Dan kan ik zeggen, herhaal 3 keer, neem 50 stappen, alleen laat ik hem nu niet 90 graden rechts omdraaien, maar ik laat hem links omdraaien, dat zal ik je straks laten zien waarom dat is. En dan doe ik dat 120 graden. Waarom nou deze graden? Als ik 4 keer 90 doe, kom ik precies op 360 graden uit. 360 graden is een hele cirkel. Als we een heel rondje lopen, dan noemen we dat het 360 graden gedraaid is. Als ik een driehoek draai, moet ik ook weer 360 graden hebben gedraaid. Dus ik doe nu 3 keer 120 graden. Even kijken wat er gebeurt. Leegmaken. Hé, ik heb een huis getekend. Ik ga er een andere dakkleur op zetten. Dus bij mijn pen kies ik voor maak penkleur en die zet ik tussen het vierkant en de driehoek. Dus na het vierkant laat ik de pen van kleur veranderen. En ik doe hem groen. Een mooi groen dak op mijn huis. Wis hem eventjes. En ik heb een mooi driehoek. Hij gaat van naar rechts, naar beneden, links en omhoog. En bij de driehoek gaat hij naar rechts en dan links omhoog en weer terug. Zijn ook een zeshoek kunnen maken? Ik zal het laten zien. Ik maak een kopie van deze. Ik zet hem even apart. We gaan straks weer terug naar ons huis, maar ik gebruik nu even deze. Als ik een zeshoek wil maken, heb ik dus 6 zijden. Ik moet weer op 360 graden uitkomen. Nou, 360 gedeeld door 6 is 60. Ik zet hem even daar neer. Als ik op de spatieballen klik, ik heb de pen neer er niet op voorgezet.
Als ik op de spatiebalk klik, heeft hij dus een zeshoek getekend van 360 graden. Je hoeft dit niet na te maken, want we gaan straks verder met de vierkant en de driehoek. Als ik een tienhoek wil maken, herhaal ik dus 10 keer. En 360 gedeeld door 10 is 36. Ik wissel hem eventjes. En ik heb een tienhoek. Of een 36-hoek. Ik neem even iets kleinere stappen. Een 36-hoek is 10 graden, want 36 keer 10 is weer 360. En hij tekent een cirkel. Zo kan je allerlei vormen tekenen met meerdere zijden. Ik haal deze even weg en we gaan weer terug naar ons vierkant en ons driehoek. Ik wil dat mijn sprite elke keer hier begint. Dus bij het begin van mijn programma zeg ik nog even het blok ga naar. Zodat hij altijd daar begint en met de spatiebalk tekent. Nu wil ik eigenlijk dat hij meerdere huizen achter elkaar tekent. Wat er dan moet gebeuren is dat na het eerste huis hij een aantal stappen vooruit moet doen, daar naartoe, om het volgende huis te tekenen. Nou, hoeveel stappen zijn dat? Dat is net zoveel als de breedte van het huis, dus 50 stappen. Ik zie dat mijn sprite niet helemaal recht staat. Even terug. Kijk, heb ik een mooie rechtere. Dus hij moet 50 stappen vooruit nemen om daar te komen en het volgende huis te tekenen. Dus na dit programma neem 50 stappen. En doe dit hele stuk weer. En je ziet dat hij dan opnieuw, ook ik heb de penkleur hier weer niet tussen staan, dat hij dan al die huizen gaat tekenen. Alleen het zou toch op een makkelijkere manier moeten kunnen. Ik zou dat eerste vierkant en driehoek toch moeten kunnen hergebruiken. Ik gooi deze weg, hieronder. En ik ga kijken of ik dit vierkant en dit driehoek niet op een makkelijke manier kan gebruiken. Daarvoor gaan we gebruik maken van functies. En onder Scratch heet dat mijnblokken. Hier staat wel functies, maar dat zijn rekenfuncties. Maar we gaan mijnblokken gebruiken om eigen functies te maken. Ik ga het eerst even uitleggen. Uitleggen van functies kan bijvoorbeeld met de somtekst. Stel je voor, Guus Meeuwis Brabant. Je hebt de tekst die ben je aan het leren en je komt hier bij het refrein. Het refrein komt later ook nog een keer terug. Je kan het hier refrein noemen. En ik zie dat hier precies dezelfde tekst weer terugkomt. Nou kan ik de hele tekst hier nog een keer schrijven zoals nu gedaan is, maar ik kan ook gewoon zeggen refrein. Dan weet iedereen dat dit stukje, de tekst die hier gezongen is, het programma dat hier gemaakt wordt, hier ook een keer gedaan moet worden. En zelfs hier ook nog een keer. Je ziet dan dat mijn tekst een stuk korter wordt. Dit refrein is een soort functie. Elke keer als ik hier de functie refrein aanroep, weet ik van, oh, dit programma moet worden gemaakt. We gaan nu een functie maken in Scratch. Zoals ik al zei, dit zijn niet de functies. Dit zijn allemaal rekentools. Maar, ja, dit zijn wel een soort functies. Maar ik ga bij mijn blokken een eigen programmaatje maken. Ik klik op mijn blokken. Maak een blok. En ik noem dit blok vierkant. Je ziet hier allerlei nog extra invoer te staan die we kunnen toevoegen. We gaan er straks wat van gebruiken. Maar ik maak eerst nu een blok dat heet vierkant. Je ziet dat hier een blok definieer vierkant is. Daar moet ik mijn programma gaan maken wat ik ga gebruiken. En ik heb hier een blokje erbij gekregen dat ik in mijn grote programma kan gebruiken. Dit is zeg maar het omschreven refrein. En hier zeg ik, oh, ik wil het refrein gebruiken. Nou, heel eenvoudig, van vierkant, dat hadden we hier. Had ik vierkant. En ik ga er nog eentje maken, maakblok, voor het driehoek. Oh, driehoek. En die had ik hier. Nou, ik zal het voor de overzichtelijkheid ook dit blok er even tussen zetten. Pen neer. Dus ik heb nu een programma gemaakt
een functie gemaakt die heet vierkant en een functie die heet driehoek. Deze tekent het vierkant, deze de driehoek. Als ik nu in mijn gewone programma neerzet vierkant, driehoek. En nu klik ik op de spatiebalk, dan wordt nog steeds hetzelfde getekend. Het makkelijke is alleen nu dat ik dit ook weer kan hergebruiken. Dus ik zet er, neem 50 stappen achter. Ik pak een herhaalus. Ik zet dit alles in een herhaalus van, nou bijvoorbeeld 8 keer. En er worden 8 huizen getekend. Nu kan ik hier nog mijn penkleur gaan veranderen. Ik haal deze weg. Maak bij het begin van mijn programma een penkleur. Zo. En elk huisje laat ik hem veranderen. Dat doe ik bij verander penkleur met 10. Zo. Zoals een huis getekend is, verandert hij de penkleur. En krijg ik een mooie regenboog-huizenrij. Zo kun je van alles en nog wat functies maken. Dus ik heb nu maar 1 keer vierkant en driehoek gemaakt. En ik laat het vierkant en driehoek 8 keer herhalen. Het maakt het programma ook een stuk overzichtelijker. In mijn functies kan ik ook waarden aangeven voor hoeveel stappen er nou gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld, en dan haal ik de functie even weg. Moet ik hem hier ook weghalen? Nee. Ik maak een nieuw blok aan. Ik noem hem weer vierkant. Maar ik voeg er een invoerveld aan toe. En die noem ik lengte. Oh, lengte. Lengte. Dus ik heb nu hetzelfde blok. Die zet ik hier weer boven neer. Ik heb alleen nu het blokje lengte erin bijgezet. Ik kan dat oppakken en slepen naar mijn neem 50 stappen. Hetzelfde doe ik met mijn driehoek. Maak een blok. Driehoek. Voeg er een tekstveld aan toe. Lengte. Oké. En ook bij mijn driehoek zeg ik, sleep het lengteblok daar naartoe. Als ik nu deze blokken in mijn herhaallus zet, vierkant, driehoek, en ik zet hierin hoe groot ze moeten zijn. Ik zou daar nog een variabele voor kunnen maken, maar dat leer je nog in een andere les. En ik verander de penkleur weer zo. Dan hoef ik hier alleen maar 1 keer de waarde te veranderen. En in elk huis wordt die waarde dan aangepast. Ook kan je zien wat ik vergeten ben. Hij gaat hier 50 stappen nemen, maar omdat mijn huis 60 stappen is, moet ik ook hier 60 stappen nemen. Daarom zou een variabele handig zijn, maar dat leren we later. Hier tekent hij niet verder omdat ik niet meer huizen erop kwijt kan, dus ik zou dan minder huizen moeten doen. Ik kan er ook 4 maken en dan de waarde bijvoorbeeld 80. Dan moet hij ook 80 stappen nemen. Dan heb ik 4 grote huizen. Weet je nog dat je de quiz gemaakt hebt? Daar zei ik toen ook al bij dat je die vragen op een andere manier kan doen met functies. Ik geef het terug naar de quiz. Ik ben hier weer even bij mijn quiz. Misschien herken je het nog. Hij loopt het podium op, vraagt naar je naam en zo. Maar het gaat mij eventjes om de quizvragen die we hier hadden. Zo. Ik zou een hele lange quiz kunnen maken door steeds deze vragen te stellen en dan de antwoorden erbij te zetten.
Maar met de functies kan het veel makkelijker. Ik maak een functie, maakblok, vragen. En ik zet er een blok vraag achter en een blok antwoord. Ik heb nu een functie gedefinieerd en ik hang die vast aan een van de blokken. Nou, ik vind deze leuker, dus ik hang hem hier aan vast. En in het eerste blok zet ik neer een vraag. Zo. En het antwoord zet ik hier neer. Dus ik heb nu een functie gemaakt waarbij naar een vraag moet worden gesteld en een antwoord moet worden gegeven. In mijn programma kan ik nu zeggen, hij kan bovenaan het programma vast, maar ik maak even een ander blok, pijltje omlaag bijvoorbeeld. Stel een vraag, wie heeft Amerika ontdekt? Dat was Columbus. In mijn programma wordt dus de vraag hier ingezet en het antwoord hier ingezet. Dus er wordt gevraagd wie heeft Amerika ontdekt, met de vraagteken meester. En het antwoord wordt vergeleken met het antwoord wat ik hierin had gegeven. Dus het antwoord wat door de gebruiker wordt gegeven, wordt vergeleken. Als dat hetzelfde is als het antwoord wat ik heb gemaakt, dan zegt hij het antwoord is goed. Columbus is goed en anders hetgene wat diegene heeft ingetypt is fout. Dit lijkt nu nog lastig, maar ik kan nu heel makkelijk allerlei vragen onder elkaar zetten. Hoe heet de tante van Suske en Wiske? Die heet Sidonia. En zo kan ik heel veel vragen achter elkaar hier gaan maken en ik hoef maar één keer dit blok te gebruiken, deze functie. Dus wanneer ik pijltje omlaag doe, wie heeft Amerika ontdekt? Columbus. Columbus is fout. Had ik verkeerd getypt. Hoe heet de tante van Suske en Wiske? Sidonia. Sidonia is goed. Sidonia is goed. En zo kan ik dus een quiz maken. Dit blok kan ik in mijn rugzak bewaren, mits ik de volgende keer maar opnieuw alles definieer. Dit blok is dus een handig blok om in je quiz te gebruiken en dan hoef je alleen maar dit soort vragen te maken. We gaan terug naar ons tekenprogramma. Ik heb dit stukje programma, deze functie, toegevoegd en hem hier in mijn programma gezet. Kan je zien wat deze doet? Ik heb hem al stralen genoemd. Hij is geel. De pendict is 2. Ga naar x191, y119. Dat zal rechtsboven zijn. Zet pen neer. Herhaal 36 keer. Draai 10 graden. Neem 45 stappen. En ga weer naar hetzelfde punt toe als waar hij was. Ik zal hem laten zien. Kijk, hij tekent een zonnetje. Deze functie, dit kleine stukje programma, heb ik hier neergezet onder mijn programma van de huizen. Dit waren de huizen. Oh. Ik moet deze weer rechtzetten. Het is goed om aan het begin van je programma, ik ben dat vergeten nu, bij deze, ook neer te zetten dat hij recht staat. Richt naar 90 graden, daar staat hij weer mee recht. Dus onder mijn huizen heb ik pen opgedaan. Want als ik dat niet doe, dan tekent hier een streep. En dan bij stralen staat weer pen neer. Maak nu zelf mooie vormen. Teken wat wolken. Maak een boom. En laat die in een functie herhalen. We gaan functies vaak gebruiken. Dus zorg dat je nu weet hoe het werkt. En maak je quiz ook verder af met functies. Er is een programma getekend dat met een aantal vierkanten
een mooie vorm maakt met verschillende kleuren. De kleur verandert met 10. De grootte is hier aangegeven met 90. Als de grootte wordt veranderd, blijft hij nog steeds dezelfde grote vorm tekenen. Wat is er fout gegaan? Heel goed. De grootte is hier aangegeven met 70. Om te zorgen dat je dat hier kan doen, moet je deze lengte in dit vak zetten. Nu wordt de grootte aangepast aan wat hier in het programma is weergegeven. En tekent die mooie vormen in die grootte. En kun je zelfs... Twee vormen in elkaar tekenen. Eerst de grote en dan de kleintjes. Goed gezien. Dus vergeet niet deze lengte ook hierin te zetten. Als het goed is, weet je nu alles over functies. Maak nu je eigen tekening met functies. Of verander je quiz, zodat je met die functies makkelijker vragen kunt stellen.